Vandaag ga ik het hebben over de Gamo Shadow DX. Gamo is een Spaans merk wat kwalitatief zeer goede luchtdrukwapens maakt, die in deze prijsklasse zeker fijn zijn omdat ze heel goed zijn afgewerkt. Zo zit er heel weinig wrijving op alle onderdelen, zoals de veer. Heb je een hele lichte trekkerdruk, waardoor je echt wel heel zuiver kunt schieten. De totale lengte van deze buks is 110 cm lang, met een looplengte van 45 cm. Ook is op de korrel is weer glasvezel aangebracht. Zo zit hier een rood puntje en heb je op de cape twee groene puntjes, waardoor je dus goed kleuronderscheid hebt als je bijvoorbeeld op een zwart kaartje schiet. Ook is de cape is goed verstelbaar, zowel in hoogte als in de breedte. Deze buks die bieden wij momenteel in een Z aan, waardoor er ook een goede 4x32 kijker bij zit. Hij wordt standaard al afgeleverd met een vrij zware 11 mm brug, dus je kan haast elk richtmiddel er wel op doen. En deze richtkijker zit er al bij. En is, zoals ik al zei, een 4x32 richtkijker. Dus je hebt 4 keer vergroting en het objectief is 32 mm. En het is een 1/4 MOA richtkijker. Dat wil zeggen dat als je één klik zou stellen, dat je 1/4 van een inch op 100 yards dus zal wijzigen. Dus hij is zeer fijn instelbaar, waardoor het echt een precisiekijker is. De buk zelf heeft een kunststofkolf met rubber greepstukken. Dit is dus anti-slip en op de pistoolgreep heb je ook rubber zitten, waardoor die heel prettig vasthoudt. De kolf is zowel voor links- als rechtshandigen prima geschikt. En je hebt op de kolfsol zitten er stukjes die je er eventueel uit kan halen, waardoor je nog even wat meer demping hebt en dus minder terugslag. De buks die heeft een spanveiligheid en een trekkerveiligheid. Dat wil zeggen, als je hem spant, als je nu aan de trekker zou zitten, dan zou die niet meer omhoog komen. Zou dat dus, vroeger had je dat met bepaalde buksen dat je ze kon ontspannen. Dat als je nou de trekker naar achteren hield, dat je hem weer omhoog kon laten komen en de druk van de veer kon afhalen. Een nadeel daaraan was, is dat als je hem dus gespannen had en je zou per ongeluk aan de trekker zitten, dat de loop in zich heel weer terug zou komen en daardoor zou beschadigen. Daar is hier dus een veiligheid op. Dus zodra die eenmaal gespannen is, zul je hem ook af moeten schieten met een kogeltje daarin. Zoals ik al zei, zit er heel weinig wrijving op deze veer. Hoewel het dus best nog wel een krachtige buks is. Hij heeft een mondingssnelheid van 305 meter per seconde. Is hij wel heel gemakkelijk en licht te spannen. En ook zodra de veer ontspannen wordt, doordat je dus de trekker overhaalt, zit er ook weinig wrijving in. Dus schiet hij wel heel erg zuiver. Hij is nu geladen. Hij heeft ook een trekkerveiligheid. Dat wil zeggen, er zit een veiligheidspal voor de trekkerbeugel. Als je die naar achteren zet, dan is het wapen vergrendeld en zit hij op safe. Duwt hij hem naar voren, dan is hij van zijn veiligheid af en is hij dus schiet klaar. Hij heeft een tweetraps trekker. Dat wil zeggen dat je met de trekker een eerste stukje wat een vrije slag hebt en dan op een gegeven moment het drukpunt voelt waarop hij dus strakker wordt en dus de trekker over zal gaan, waardoor je het schot lost. Ik zal mij weer afvuren. Nou ja, ze schieten dus wel heel erg zuiver, die luchtdrukwapens van Gamo. Het is ook een mooi vrij licht behendig wapen. Hij weegt namelijk 3,1 kilogram. Tegenwoordig wordt hij dus door ons geleverd, inclusief een 4x32 richtkijker. En ook zit er een Gamo Spinner Target Deluxe bij. Dus een zwaar metaal uitgevoerd ding die je gewoon in de grond zal prikken en waarvan die klepels op zitten waarop je kan schieten. Maar er zitten ook 14x14 schietkaartjes in. Er zitten er ook 50 van bij en ook zijn die ook altijd wel weer na te bestellen. Het enige nadeel eigenlijk aan dit doel is dat het geen kogelvanger is. Dus het is wel handig om er een plaat of iets achter te zetten. Want ja, het houdt niet veel tegen, om maar zo te zeggen. Kwalitatief dus een zeer goede buks. Ook voor de jeugdige schutter goed te doen.
maar wel krachtig genoeg om ook wel op grote afstand goed te kunnen schieten.